altijd laden en opnieuw gebruiken. Prima. En je kan bijvoorbeeld ook zeggen dat ze langer mee gaan of dat ze milieuvriendelijk zijn. Milieuvriendelijk, ja. Wat is het nadeel van oplaadbare batterijen? Nadeel. Yani maar ja, misschien heeft een eentje een nadeel, want het is gevaarlijk voor de kinderen. Beide zijn gevaarlijk eigenlijk. Sorry? Beide soorten zijn gevaarlijk. Ja, inderdaad. Maar je kan zeggen dat de ene goedkoper is dan de andere of de ene duurder is dan de andere. Dat is ja, ook een duurder. Ja, duurder. Ja. Oplaadbatterij is duurder dan de normale batterij. Ja, en je moet ook oplader kopen voor de oplaadbare batterijen. Dus dat kost ook geld. Dus van twee foto's kan je meerdere voordelen en nadelen. Bijvoorbeeld niet oplaadbare batterijen zijn goedkoper, maar ze leven kort en moeten steeds vervangen worden. Vervangen? Dus yani tabdil, lazim tabdilun. Ah ja. Maar die zijn wel leven kort en moeten steeds vervangen worden. يعني لازم بيعيشوا أقل ولازم يتجددوا باستمرار. سالمونيلا. ماذا زي فيصل؟ لما يخد فرستان؟ يا نوفل. أوكي. Maar wat zei je? Ik zei hallo. Aha, oké. Faisal, wil je de volgende opdracht beantwoorden? Je bent een arts en wil de rug van een patiënt gaan onderzoeken. Wat vertel je aan de patiënt? Je ziet drie foto's, dus je moet het zien als volgorde. Dus ten eerste, ten tweede, ten derde. Oké. Okay. Je bent een arts. Ik ga eerst mijn handschoen maken. Dan, nee, mijn handen wassen. Ik ga eerst mijn handen wassen. Dan laat ik jou op bed liggen of op bank. Dit heet onderzoekstafel. Onderzoekstafel. Dan wil jij op de onderzoekstafel liggen. Mm-hmm. Of zitten, want je gaat de rug onderzoeken, ja. Oké. Okay. En als laatste? Ja, als laatste ga ik jouw rug gaan voelen. بدك تسأل المريض إنه يشلح أوعيه القسم الفؤادي شو بتقول؟ outkleden. Of jouw overhemd uitkleden? Of alleen de bovenste? Outdoen, kan je het best zeggen. En dat heet bovenkleding, dus alle bovenkleding. Wil je je bovenkleding uitdoen, zodat ik je rug kan onderzoeken? Ja. Dus je zegt eerst, ik ga eerst mijn handen wassen. Wilt u op de onderzoekstafel gaan zitten? En je bovenkleding uitdoen, zodat ik je rug kan onderzoeken. Is dit duidelijk? Ja. Zo is het beste om te beantwoorden. En je ziet ook volgorde van de plaatjes. Is het voor iedereen duidelijk, helder? Ja, duidelijk. Volgende vraag. Deze vragen krijgen jullie allemaal opgestuurd in de app. Dus ik stuur zo meteen alle vragen naar jullie. Maar we gaan nu naar vraag nummer 4. Op je taalschool kan je een kopje koffie kopen voor 50 cent of een abonnement waarmee je onbeperkt koffie kan drinken voor 20 euro per maand. Welke kies je en waarom? Geef het woord aan Mees. En de betere kanaal.
Ik probeer om nog een keer de vraag te stellen. Ja. Zal ik het vertalen? Wat is onbeperkt, yani غير محدود. اوكي دريك فود اوكي يا يعني عايز اقول لك بمدرسه اللغه تبعك فيك تنقي بين يا اما تشتري ب 50 سنت تمام او تعمل اشتراك بالشهر 20 يورو تشرب قد ما بدك باليوم اي خيار بتنقي وليش خلينا نروح بخيار واحد واحد من الخيارين وشخص ثاني يعطي الخيار الثاني اوكي ايك kies voor vijftig cent voor koffie ik kies voor 50 cent betalen, want ik drink weinig koffie, drink kan je zeggen. Weinig koffie. Maar ik probeer om gebruik omdat ik weinig koffie drinken. Nee, drink. Ja. Ik drink. Omdat ik weinig koffie drink. Omdat ik weinig, ja. Omdat heel ik weinig koffie drink. Omdat, ja. Ja, maar je kan beter want zeggen, want is makkelijk. Dus je zegt want ja, ik drink ik weinig. Probeer om de. Je probeert het om moeilijker te maken, ja. Ja. Dus je zegt ja. Ik kies voor 50 cent per kopje koffie. Omdat ik weinig koffie drink. Ja. Ja. Voor deze vragen, voor voorkeurvragen, kan je het beste zeggen, ik zou graag voor. Deze is standaard. Dus je zegt, ik zou graag voor 50 cent per kopje koffie gaan. Omdat ik weinig koffie drink. Of je kan zeggen, misschien is het niet handig om een abonnement te nemen. Want soms heb ik geen zin in koffie. Of ben ik vrij van het werk. Bijvoorbeeld in het weekend of vakantie. Snap je? De eerste antwoord is. Ik zou graag voor 50 cent. Mm-hmm. Ja, nog een keer. Ik zou graag voor 50 cent per kopje koffie kiezen. Ja. Omdat ik weinig koffie drink. Ja. Dat was jouw antwoord. Ja. Wil iemand anders voor abonnement kiezen? En zeggen waarom? Mohammed Galayini misschien? Mohammed, je hebt het voorstelstukje gemist. Dus ik stel voor dat je jezelf kort gaat voorstellen en dan antwoord gaat geven. Ja. Hallo Amjad, ik ben een beetje te laat. Nee, geen probleem, geef niet. Ja, wat moet ik doen? Gewoon jezelf kort voorstellen. Ja, ik ben Mohammed. En hoe oud, waar woon je, wat doe je in je leven? Ik ben Mohammed, ik woon in Zwanderen. Ik woon al 3 jaar in Nederlands. Mm-hmm. Ik ben nu bezig met leerbedrijf. Zoekt hem. Mm-hmm. En ook om te studeren BBL, mm-hmm, niveau 2, koeltechniek. Mooi. Ja, dank je wel. Interessant. Wil je een antwoord geven? En graag voor abonnement. Die vraag, wat jouw vraag? Zie je de scherm eigenlijk? Ja. Vraag nummer 4. Op je taalschool kan je een kopje koffie kopen voor 50 cent of een abonnement waarmee je onbeperkt koffie kan drinken voor 20 euro per maand. Welke kies je en waarom? En je gaat kiezen voor abonnement, want Hanna heeft gekozen voor 50 cent.
Ik vind het een beetje moeilijk, sorry. Je kan zeggen, ik zou graag voor de abonnement van 20 euro per maand kiezen. Want... Precies het tegengestelde van Hanna. Hanna drinkt weinig koffie en jij drinkt veel koffie. Ah. Dus je zegt, ik zou graag voor de abonnement van 20 euro per maand kiezen. Ja. Want ik drink meer dan 3 kopjes koffie per dag. Ja. En zo is het voordelig voor mij, bijvoorbeeld. Dat kan je zeggen. Hmm. Dat je meer dan 3 kopjes per dag, 3 kopjes koffie per dag drinkt. Ja, dat is meer. Ja. Ja, klopt. Dus dan is de abonnement beter. Ja. Is het voor iedereen duidelijk? Ja. Volgende vraag. Er zit een scheurtje in de gootsteen en je wilt hem repareren. Je belt de loodgieter. Wat zeg je tegen hem? Ik geef het woord aan Mona. Mona, hoor je mij? Ja, ik hoor jou. Ja. Kan je antwoord geven? Er zit een scheurtje in de gootsteen. Gootsteen, yani, houd de majla. Ja, ik snap. En je wilt hem repareren. Je belt de loodgieter. Wat zeg je tegen hem? Ik zie tegen hem. Ik heb een probleem met steen. Gootsteen. Ja, maar je belt met de telefoon. Wat zeg je als eerste? Ja, de telefoon. Ja. Goedenavond of? Ja, ja. Goedemorgen, meneer. Kan u mij naar mijn huis langs komen? Ik heb probleem met wat naam? Gootsteen. Gootsteen. Het is werkt niet. Of je kan zeggen, er zit een scheurtje, precies wat er in staat. Er zit een scheurtje in de gootsteen. Ja. Wilt u, zou u even willen komen kijken en hem repareren? Ja. Wat kan je vragen? Zou u even willen komen? Zou u... Dat is een hele vriendelijke manier. Je kan zeggen, wilt u even komen, maar zou u is meer vriendelijk. Ja, ja. Zou u willen komen? Eva, willen komen? Ja. Mijn gootsteen repareren? Ja. Prima. Dus je zegt, goedemiddag met Mona. Ik wil graag een reparatie doorgeven. Vanochtend was er een lekkage van de gootsteen. Zou u even willen komen kijken en hem repareren? Heel erg bedankt. Ja. Dat is het beste antwoord. Eerst ja. Zeg je wie je bent en wat er... Nog een keer Amjad, alsjeblieft. Goedemiddag, met Mona, zei ik. Ik wil graag een reparatie doorgeven. Want je bent aan de telefoon en je zegt, ik wil graag een reparatie doorgeven. En heb die atli, die atlob taslih. Oké. En dan zeg je wat het probleem is. Je zegt vanochtend was er een lekkage. Lekkage, yani tasarrub. Was er een lekkage van de gootsteen. Tasarrub min houd al maghsala. Zou even willen komen kijken en hem repareren? Fik tiji tatalla alayha en tchouf is het tider tsallaha. Heel erg. Doorgeven, het maana ertaal. Doorgeven, eh. يعني انت بدك تعطي ايه ارسال يعني انت بدك تبلغي عن يعني مو معنى انه هن يبعثوا لي مصلح البيت تمام انت عم تتصلي بشركة البيت عم تطلبي منهم يبعثوا لك حدا يصلح المغسلة تمام بس اذا سمحت اذا السؤال سخورتشي هو نفس لكاجة ايه سخورتشي يعني صاير في شق
شق بقعر المغسلة سخورتش يعني شق لكاجة تسرب فلما ينشأ الهي عم يتسرب فيك تقولي انت كمان ما شرط الشيء اللي عم بحكي انا هو الوحيد الصح فيك تقولي ارزيتن سخورتش انت خوت ستين زو ايفا فيلكوم كايك انهمر باريرا بس فيك كمان تحكي فنختن فازرن لكاجة فان دخوت ستين على باي زين خود Maar kan ook mijn godsteen likt ook? Likt. Hey, fikt u leek. Maar de lekkage, is er een lekkage afval? En of fiets erop? Tamam? Likt. Lik, werkwoord van lekkage. Mhm. Mooi? Hey. Oké. Okay. Tamam? Is het voor iedereen duidelijk? Het is een beetje moeilijk dit, maar je kan wel drie zinnen gebruiken. Goedemiddag, met je naam, dus met Ahmad. Ik wil graag een reparatie doorgeven. Er zit een scheurtje in de gootsteen. Zou u even willen komen kijken en hem repareren? Heel erg bedankt. Kijk, hij antwoordt. Hela, het vraag die erna. Je doet vrijwilligerswerk in een verzorgingshuis voor ouderen. Je vriend wil hier ook vrijwilligerswerk komen doen. Hij vraagt wat de werktaken zijn en wat hij allemaal moet doen. Wat vertel je? Wie heb ik nog niet gevraagd? ABO. Wie is dat? ABO. Wie is ABO? أنا مساء الخير يا شباب. مساء النور. كان ينام فورد خيفة إن يزيد دري بلاشيس. يا يدوت فري فري خس فري كن إن فري زوج من هاس. وقت كا إيفا د فراخ ليزي. يا. نعم يتعد. موتكم فرتالة؟ يا خراخ على شغل. عم بيقولوا لك انه عم تعمل انت شغل تطوعي بما هو عجزة رفيقك بده يشتغل كمان تطوعي محل ما انت عم تشتغل بس عم يسألك شو الشغلات اللي بتعملها انت بما هو العجزة عم شوف انت ثلاث صور فبدك تشرح له شو عم تساوي فيك تستعمل هذه الستيب يعني تقول له in the middag in the afternoon of softens geef ik ontbijt eten en drankjes voor mensen die zijn al wakker worden en daarna in de lunch dus in het middag of je kan zeggen ik help ik daarna daarna in de middag ja daarna in de middag met help ik mijn collega help ik bij eten ja precies ja En in de avond gaan we allebei samen zitten op de tafel een speeltje te doen met elkaar. Speeltjes spelen. Ja, speeltjes spelen. En dan mag iedereen van oude mensen blij zijn. Prima. Dus je zegt in de middag ga je koffie of thee voor de ouderen schenken. Ja, schenken jij niet op? Ja. Dan moet je ze helpen bij het eten in de middag. Daarna of in de avond kan je erbij gaan zitten in leuke activiteiten met hun ja, of, kaarten, ja. En verhalen lezen. Ja, precies. Korte verhalen lezen, ja, dat soort dingen. Kaarten, yani wara, of krant voorlezen. Ja, kaart spelen, ja. Of krant voorlezen, yani tiqra al jarayid. Ja. Hey, kanu al asilay, fi lissa anna kaman sawar, rah sharakka ma'akum, akhir tadribat. Afwan, Amjad, bas el kelma li qilta, schenking? Schenken. Schenken, yani sob kofi of tea schenken. Mumkin tiqra al chat, iza samahat? Iktiba sawani, alam. ما بعرف إذا شايفين أنتو بس شايفين شو عم بكتب؟ لا أنا ما شايف لسه. إيه. شايفين هلا؟ إيه.
ايه تمام هلا شايفينه ايه سخين كان انا خطي كتير بشع بس واضحه هيك هاي بطل خطي انت كوفي سخين كان هاي تستعملها مع الشاي مع قهوة اي شيء بينصب تمام واضح ايه ها ان كا اي ان ثينكين تمام يسلمون we hebben nog een paar vragen. Ik zal de scherm met jullie delen. Wacht, een momentje. Jullie zien nu niks, toch? Nee. En nu moet het te zien zijn. Zien jullie de opdracht? Ja. Ja, ja. Nou wel, wij zien. Wie wil beginnen? Wie heeft nog niet gereageerd of nog niet? Ik kan wel beginnen. Ja. U hebt een sollicitatiegesprek voor vrachtwagenchauffeur. De chef vraagt naar uw ervaring als chauffeur. Kijk naar de plaatjes. Ja, عندك ثلاث صور هو عم بيسألك عن خبرتك كشوفير باص. Ja, eigenlijk ik heb eerder of ik heb vroeger in mijn land als vrachtwagenchauffeur bij een bedrijf. Ja, en was enkele pakketje in mijn vrachtwagen. Dus ik had doorgeven voor die mensen die hebben al besteld dingen online. Ja. Dus ik heb een nasiha. Hela, ik heb een nasiha. Als je het langer de zin tebak, dan zal er meer fouten zijn. Dan kan je misschien een punt minder krijgen. Dus je kijkt naar de foto en probeer een zin te maken met de foto. Dit is wat ik doe in de onderzoek. Maar in de dagelijkse leven, natuurlijk, niet iedereen praat. Maar je ziet drie انت اشتغلت كتاكسي سائق تاكسي كسائق باص كسائق باص مدرسي باص مدرسي كيف تحكي ثلاث جمل من انا اشتغلت ثلاث سنين كتاكسي شوفور وبعدين اشتغلت اربع سنين فرخ شوفور ومن ثلاث سنين انا اشتغلت بس شوفور فور باس خول او فور ميدل بارس خول يا كلوت هيفت gelijk zo het is makkelijker dan mijn Ja, wil je maar dat nogmaals doen? Ja, is goed. Eerst heb ik taxichauffeur. Als taxichauffeur gewerkt? Ja, ik heb gewerkt als taxichauffeur. En de volgende drie jaar heb ik als vrachtwagenchauffeur bij een grote bedrijf. En tenslotte heb ik gewerkt als buschauffeur bij in middelbare school. Voor middelbare school. Ja, voor middelbare school. Tamam. Wil iemand iets toevoegen of iets vragen over deze vraag? Kan ik proberen? Ja, ja, zeker. Ik heb 3 jaar als taxichauffeur gewerkt. En 2 jaar als vrachtwagen. Vrachtwagen. Vrachtwagen, yani shahine. Vrachtwagen. Als vrachtwagen. Nee, niet wacht, vracht. Vrachtwagen. Vracht, oh ja, ja. Ik lees hier de. Nee, geen probleem. Dat is toch de bedoeling dat ik jullie ga leren. Ja, dank je wel. Ja, dan heb ik 2 jaar als vrachtwagenchauffeur gewerkt. En ook heb ik ervaring met, heb ik 1 jaar als chauffeur voor basisschool. Buschauffeur? Ja, voor basisschool. Ja, gewerkt. Prima. 10 van 10. De volgende vraag. In Nederland worden steeds meer wegen gebouwd. Er is steeds minder groen.
Vertel wat u van deze ontwikkeling vindt. Vertel ook waarom u dat vindt. U krijgt eerst de tijd om uw antwoord voor te bereiden. Begin na de pieptoon met spreken. Mag ik even proberen of is er iemand? Ja, tuurlijk. Ik vind deze ontwikkeling heel slecht voor het milieu. Mm-hmm. Daarom ben ik ervoor dat er minder daarom ben ik voor minder daarom ben ik tegen meer bouwen of daarom ben ik tegen ik vind deze ontwikkeling heel slecht voor het milieu. Daarom ben ik tegen nog steeds meer wegen bouwen. Gebouwd. Oh, bouwen. Een gebouwd wil Maldi. Opbouwen. Nee, meer wegen opbouwen. Zonder opbouwen. Wegen bouwen. Wil iemand iets anders vertellen dat het wel een goed idee is? Denk aan bijvoorbeeld file. Mohammed Hamda? Ja, ik vind het heel erg mooi voor die mensen dat los zijn. Want er is tekort van die bouwen en die maar hier gaat het niet over. Het gaat over meer wegen. Yani, toruk muasalat. Miskan, yani. In Nederland worden steeds meer wegen gebouwd. En dan heb je aan Torat al Mawasalat, yani Shawar. Ja, ik vind het mooi. Ja, waarom? Mooi. Waarom? Want meer dat betekent meer straten en meer. En meer wegen voor onze auto. En minder file. Ik kan zeggen, dan hebben mensen minder last van file. File, yani, als het zeer. Ja, klopt. Dat kan ook. Ja, je hebt gelijk. Dus je zegt, ik vind het goed, want ja, mensen hebben dan minder last van file. Aan de andere kant, ik vind het niet goed, want het is slecht voor het milieu. Het is slecht voor het milieu. Nu die auto's, de overheid zal die auto ruilen met die stof, benzine en zo, naar elektrische auto. Dat is goed voor het milieu. Tamam. بس هون بدهن هن رأيك أنت بالشوارع إنه يبدون شوارع جديدة أو لا فعندك إجابتين يا بتقولن إنه هالشي منيح لأنه بيسبب أقل عجقة سير يا أما هالشي مو منيح لأنه مضر بالبيئة لأنه هلا يعني مو كل شيء على الكهرباء بجوز بعدين بس هلا راح تضر البيئة يعني إجبار Dus بالامتحان het gaat niet om jouw mening, het gaat niet om jouw mening of jouw idee, het gaat om een goede antwoord. يعني انت ما تفكر انت شو راح يكون موقفك, انت فكر انه يكون الجواب صح, انه ما بهمه شو موقفك, يعني الحالتين صح. تمام. Volgende vraag is een hele makkelijke vraag. U werkt in een supermarkt. Er werkt een stagiaire bij u. U vertelt de stagiaire wat hij moet doen. Kijk naar het plaatje. Mohammed, wil je een antwoord geven? Wat doet die jongen? Mohammed, hoor je mij? Welkom, Mohammed, want er is heel veel Mohammed. Mohammed zonder achternaam. Eerst kan ik schoen maken de winkel. Dat is eigenlijk het enige wat je moet zeggen. Je zegt, je moet zorgen dat de winkel schoon is of
Je moet de winkels van maken. Misschien kan ik voorstellen? Ja, ja. Of, ja, zeker. Ja. Ja, eerst moet je vakken vullen. Vakken vullen en product en gewoon eigen vakken al vastzetten. En mm-hmm. daarna maak je gewoon spiegelen voor die producten die zijn in de vriezer of in de in de vak. Mm-hmm. Want veel mensen hebben dingen genomen of product van die vak, dus moet daarna spiegelen. Mm-hmm. Aan het eind kun je... Wat spiegelen heb je? Tertiep, el ref. Spiegelen. Ik weet niet de term, maar ik denk dat het goed is. Ja, ik ja, en daarna aan het eind, als alle klanten weggaan, dan kun je alvast de vloer in de supermarkt wegen. Of wegen. Wegen betekent. Wegen betekent kennis al ard, ja. Hey, في كمان dweilen كمان تكنيس. Ja, على dweilen بتجي dweilen إذا بدك مو تكنيس بس هاي بتجي مع إنه بدك تنظف شغلة بالماء هاي بتجي. مسح يعني إيه تمام. بس المشكلة أخي أنت بهالصورة معك 10 ثواني لتجاوب وبالصورة واضح إنه الشاب عم بيكنس. أوبراما أو سخون ماكن تمام؟ فأنت بدك هاوت كورت مشان أنت تأخذ علامة كاملة. يا بريم مسبوك. يكون زي سخون ماك أو أوبراما أو ضبانو. سوري وزاي؟ بوتسة. بوتسة هي للأسنان. يفرشوا. بس ما بعرف إذا تستخدم كمان للأرض ما أظن ما سمعت لا 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 دينكتني نين ما سمعت قبل خلص خوم ماكا أو أوبرامن هي 10 ثواني مع الشخص لحتى يجاوب فهن بدهم جملة واحدة تمام folgende vraag we hebben nog 2,5 minuten dat is ook een makkelijke vraag hoe werkt in een op een kantoor U werkt op de afdeling die voor de post zorgt. U brengt vandaag pakjes rond. U hebt een probleem. Kijk naar het plaatje. Wat vraagt u aan de vrouw? Ik geef het woord aan Hanna. Ja. Ja, wat zeg je tegen de vrouw? Of aan, wat vraag je aan de vrouw? Kan ik leven? Sorry, ik hoor jou heel slecht. Misschien, ik hoor jou heel slecht. Misschien iemand anders? Mona? Ja. Ja. Wat zeg je tegen de vrouw? De man zeggen tegen de vrouw of vrouw tegen de man? Nee, jij bent de man. Wat zeg je tegen de vrouw? Ja. Kan u mij helpen? Ik wil de deur open. Prima. Of je kan zeggen, kunt u de deur open doen? Maar allebei zijn goed. Je zegt het ook goed. Tamam. هلا أنا رح أبعث لكم كل شيء أسئلة وكل شيء تمارين حليناها على المجموعة. ما بعرف كيف لقيتوا التجربة يعني هلا نحن رح نبلشها نحن أنا وحسين وعبيدة بس في كمان رفقاتنا والدانين هون ورح يعطوكم الأسابيع الجاية هلا هو طبعا هن والدانين هون فالنيفو تبعهم يعني أحسن بكتير يعني بتمنى يكون عجبتكم الفكرة وما بعرف شو رأيكم أنتوا بالموضوع استفدتوا شي اليوم؟ لا كتير حلوة سخوت أنا راح أبعث لكم كمان كل شيء أسئلة وراح أبعث لكم كمان تدريبات على المجموعة. يعطيك العافية. تمام. أي مستوى هذا؟ هذا مستوى بين. هلا بجوز يفصل مباشرة إنه بقينا دقيقة فراح أبعث لكم كل شيء. هذا أفضل بكثير من المعن للدراسة بين بيتفي هذا أفضل